Het offergedeelte van het Eid al-Adha-feest begon na het Eid-gebed. Op de eerste dag van het offerfeest slacht elke moslim die zich dat kan permitteren een schaap, geit of koe. Wij brachten een bezoek aan de moskee Hidala Tulo, de leiding 11. Volgens de traditie wordt in familiekring het goed verzorgde dier door de oudste man gedood met een vlijmscherp mes om het dier niet te laten lijden. Het vlees wordt dan verdeeld onder familie en vrienden en een deel wordt aan de armen geschonken. Volgens minister Bontuso Mohadjo van Binnenlandse Zaken worden de moslims geleerd dat zij op deze dag moeten offeren. De profeet moest eigenlijk zijn zoon offeren, maar toen heeft Allah gezegd nee, ik zie dat je bereid bent om te doen. Je kan nu een ram offeren. In dat kader hebben wij geleerd om te offeren. En niet alleen om onze offervaardigheid te zien, maar ook te laten zien dat wij midden in de gemeenschap staan. Dat wij ook aan de mensen denken die het niet hebben. Want een groot gedeelte van het vlees gaat naar de mensen die het moeilijk hebben. Dus we zijn hier, dus zijn we bij leiding 11. Er worden een aantal stieren geslacht, landelijk hoor. En dan gaan ze dat helemaal klaarmaken en dan pakketten verdelen aan de mensen die het niet hebben. En een gedeelte voor familie. Denkt u dat de gewoonte van de moslims nog steeds worden nageleefd? Ja, nou, grote gewoontes wel natuurlijk. De feestdagen worden nageleefd. Maar het is de leer, de manier hoe we moeten leven. De manier zoals onze profeet Mohammed, vrede zij met hem, leefde. Dat kan altijd beter. Maar de mensen van de moskee zijn in constant contact met het volk. Intensief contact met het volk. En vooral de jongeren, die proberen wij nu te bereiken. Maar de islam gaat niet vergaan of zoiets. Nee. Na leiding 11 bracht minister Somohadjo een bezoek aan de moskee te leiding 9, waarna hij doorging naar de Mufidul Islamgemeente aan de Bommaweg. Volgens voorzitter Nasser Rajan bestaat het offerfeest uit een aantal aspecten. Hij vertelt hoe hij Eid al-Adha beleeft. Het offerfeest bestaat uit een aantal aspecten. Ten eerste is het onderdeel van de bedevaart naar Mekka. Maar wij zijn niet op de bedevaart, we zijn hier, dus dan gaan wij onze offerfeest hier doen. Ten tweede is het een herdenking aan profeet Abraham, waarbij hij zijn zoon moest opofferen. En heeft hij de opdracht gehad om een schaap te slachten. Dus het is ook een herdenking aan profeet Abraham. Het heeft ook een karakter van liefdadigheid, waarbij het vlees dat wordt geslacht, het dier dat wordt geofferd, voor een deel ten behoeve komt van de samenleving, de behoeftigen. Natuurlijk. Een deel hou je voor zelf, de persoon die offert, houdt een deel zelf. En een deel moet hij dan schenken voor de samenleving, voor behoeftigen, voor armen, vrienden, familie, noem maar op. Dus dat is eigenlijk, het creëert een beetje die liefdadigheid, die saamhorigheid binnen de samenleving, binnen de moskee, maar ook naar buiten, dat je ook denkt aan je medemens. Dat is het meest belangrijk aspect van het as offeren. Ook is dat wanneer wij een dier offeren, dat het in feite is het dierlijke wat we in ons hebben, dat we dat opofferen. Toch dat we alle negativiteit, middels de slacht, middels het offeren, weer de negativiteit in onze leven weghalen. En dat is het meest, ook van de meest belangrijkste aspecten van het offerfeest. De voorzitter zei tenslotte dat Suriname een voorbeeld voor de wereld is en dat wij dat zo moeten houden. De multiculturele diversiteit is wat Suriname apart maakt van de rest van de wereld. Wij van ATV wensen de Surinaamse gemeenschap een Eid Mubarak toe.